Uit de Tweede Wereldoorlog zijn geruimd. Uit voorzorg moest bijna 1000 omwonenden en vakantiegangers evacueren. Het is al de 6e keer in 2 jaar tijd dat bewoners voor het onschadelijk maken van bommen hun huizen uit moeten. Reskens, 7 uur vanmorgen. De bewoners maken zich op om hun huis te verlaten en de dag elders door te brengen. In totaal moeten 350 woningen worden ontruimd. Wie zich na 8 uur nog in het gevarengebied laat zien, wordt zonder meer door de politie verwijderd. Ik ga eerst mijn hond thuis laten en dan stap ik in de auto en dan ben ik weer weg. Ja, het wordt al een routineklus eigenlijk. Tweede straat hier aan de rechterkant. Daar gaan Michael en Hans naartoe. En dan mogen wij pas om 7:15 op school zijn. Maar dan moet ik om 8 uur thuis eten. Dus kan ik niet thuis blijven. Dus dan moet je voor de school nu gaan staan? Ja, maar dat geeft niet, denk ik, hoor, als ik afgevoerd ben. Ik verwacht dat ik om 1 uur thuis ben. Dus dat het gewoon het normale middagprogramma weer kan voortgaan. Ja, ik moet opschieten, want straks word ik aan de hand van de politie weggeleid. Even verderop bereiden de mannen van de explosieve opruimingsdienst zich zorgvuldig voor op de demontage van een Amerikaanse en een Engelse vliegtuigbom. Want al is het inmiddels een routineklus geworden, helemaal zonder risico is het niet. Het is nooit van gevaar ontbloot, laten we het zo zeggen. Dus we nemen allerlei maatregelen om te voorkomen dat als die bom zou klappen, uit elkaar zou klappen, dat omwonenden niet betroffen worden. En de kans dat er is erg klein, maar altijd aanwezig. De omwonenden hadden liever gezien dat in totaal 17 gevonden bommen in 1 keer waren ontmanteld, zodat ze niet 6 keer hun huis uit hadden gehoeven. Voor ons is het eigenlijk onmogelijk om 17 bommen in 1 keer te demonteren. Op 1 dag, dat gaat niet. We hebben een maximum van 5, 6 bommen, dat gaat wel. Maar de bouwplannen op dit terrein die zijn gefaseerd uitgevoerd over een periode van meer dan 1 jaar. En we hebben ons daarop aangepast. Voor de evacuees was het maar weer behelpen. De nabijgelegen camping Napoleonhoeve bood ze tijdelijk onderdak. Maar deze grote opkomst was niet voorzien. We hadden er niet op gerekend. Er zouden 45 à 50 personen hier komen. Maar er hebben zich hier 167 personen aangemeld. Maar er waren natuurlijk heel wat meer evacuees, maar die zijn niet allemaal naar hier gekomen. Er zijn niet zoveel mensen die op het idee zijn gekomen om zwembroek mee te nemen. Nee, dat blijkt wel. Maar ik heb gelukkig wel mijn zwembroek meegenomen. En nou kan ik lekker even zwemmen. Hier is het lekker rustig. Om 11:30, eerder dan verwacht, was het leed geleden. Het is allemaal gebeurd. Dank u wel. De 2 bommen zijn binnen 2 uur met succes ontmanteld. Niks ontploft, hè? Daar ligt hij. Gegaan zoals ik had verwacht dat hij zou gaan. Naar verwachting zijn dit de laatste bommen die in Breskens liggen. Maar de EOD houdt toch een slag om de arm. Je kunt natuurlijk nooit van 100% zekerheid spreken binnen zo'n terrein als hier. Het is enorm zwaar gebombardeerd in de oorlog. Bommen kunnen erg diep in de grond zitten, moeilijk op te sporen. Maar naar verwachting kun je zeggen dat de bommen hier weg zijn. En alle huizen zijn vandaag blijven staan. Straks in 5 in het land. Grafstickers wekken woede in